Goedemorgen, het is vrijdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb het net even opgemaakt. Ik heb eerst het Naked The Heat palet gebruikt, maar dan de mini variant. Dus het is wat roder, maar dat vind ik ook wel eens leuk. Wat ga ik aandoen? Vandaag hebben we... Ik moet zo meteen naar de chirurg toe voor de nakontrole. Nou, daar heb ik nog wat puntjes van aandacht. Dus dat ga ik gewoon met hem bespreken. Mijn uitslag is echt 700 miljoen keer minder. Dus ik ben heel blij. De jeuk is weg. Dus ik ben op zich wat dat betreft heel blij. Maar ik wil wel weten waar kwam dat vandaan. Hoe dan? En mijn navel zit nog steeds scheef. Daar wil ik het over hebben. En sowieso is het gewoon, heb ik gewoon nog wat vragen over de look. En ik ging natuurlijk niet voor de look, want ik ging voor de spieren. Dus ik, daar ben ik echt op zich super blij mee. Maar zoals de arts die ik dus vorige week voor die uitslag had, al zei, ja, het is niet de bedoeling dat we één probleem oplossen en je ander probleem erbij krijgt. Dus dat is even wat ik straks ga bespreken. Dan ga ik ondertussen bed maken. Het zal alleen maar zo staan. Verder vandaag het consultatiebureau met de jonge heer. Zijn 4 jaar controle. Dus dat betekent oogtest en prikjes. Of 1 prik volgens mij, de DKTP booster. Nou, goed, die. Dus dat gaan we straks doen. En nou ja, hij gaat er op zich wel goed mee om. Hij zei op een gegeven moment wel even dat hij geen prikje wilde. Nou, dat snap ik ook. Het is ook even niet leuk, maar het is maar heel eventjes. En dan en soms voel je niet zo lekker daarna. Maar nou, goed, hij is er volgens mij wel oké onder. Krijgt dan een klein cadeautje daarna. Dus, en hij is meestal al, een beetje zacht zeggen, maar hij is meestal al een beetje ziek van prikjes. Eden heeft het eigenlijk niet zo, maar hij heeft dat wel. Hij wordt daar gewoon een beetje ziek van. Dus ik heb als cadeautje een film. En ik zag nu ook dat het de Gruffalo soort op tv is. Dus ik denk dat ik hem gewoon tv tijd gun, omdat ik gewoon weet dat hij heeft er gewoon meer last van dan hij. En als het niet zo is, is het gewoon mooi meegenomen. Verder wilde mijn beste vriendinnetje, is net terug van vakantie, die wilde afspreken. Dus ik hoop dat het gaat lukken, want zij zei 's ochtends, maar 's ochtends zit ik dus helemaal vol. Dus ik hoop dat het vanmiddag kan. Verder hebben we morgen niet zoveel plannen. Zondag gaat Sven met Niels naar Lego World en een vriend en zijn zoontje. Superleuk. Heel jaloers dat ik niet mee kan. Maar goed, ik ben natuurlijk bij Eden. Dus verder wordt het een relaxed weekend. We hebben een hoop te doen. Daar zal ik nog even wat meer ook over vertellen. Ik neem jullie mee. Nou, mijn haar is echt dramatisch. Maar ik dacht, ik laat het gewoon even zo voor nu. Want ik was een beetje uit mijn schema geraakt. Mijn haar was een schema. Maar ik dacht, ik laat het nu zo. En dan zit ik morgen weer in mijn schema. En dan vandaag boeit het toch niet dat ik een beetje voor paal loop. Zo, want ja, ik heb verder niks boeiends op dit moment. Nou, het is weer de tijd van de maand. Ook heel, heel erg fijn. En nu moet ik gaan fietsen. Ik heb mijn regens aangetrokken, want het schijnt echt de hele dag te gaan regenen. Nu ziet het nog wel goed uit, maar ja, het is net als ik straks weer het bokje ben. Alleen bedacht ik me net, ik had het koud, ik heb een warme trui aan gaan. Het is natuurlijk echt vreselijk in zo'n regenjas, want dat is wat een grote zwetende ellende. Maar goed, kunnen we er allemaal niks meer aan doen. Ik ga ondertussen even kijken of ik mijn beste vriendinnetje te pakken krijg, want die wil dus even vandaag daten. We moeten even kijken hoe het gaat met Niels na de prikjes. Nou, dan kan ik in ieder geval alvast misschien even met haar kletsen. Oh, dit gaat ook goed. Goed. Dat klopt, ja, daar staat het heen. Maar daar gaan we nooit heen met de bus, hè. Kijk, er gaat nu iemand uit, maar niemand hoort erbij. We zijn met de bus, want het is heel vies weer, code geel. Nou, het ging allemaal goed bij het consultatie, maar hij deed echt heel goed met het prikje. Hij heeft echt nou, 1 kleine piep gegeven en dat was het. En nou, hij was gewoon helemaal goed qua groei. Lengte plus 1, gewicht plus 0, dus helemaal goed. Gewoon zijn eigen lijntje. En nou ja, weet je, alle testjes en zo. Ja, het moest wel zo grappig, hij moest een bruggetje bouwen met blokjes. Hij moest
kun je een bruggetje bouwen? Nou, hij moest zeg maar lachen, omdat hij dacht, oké, natuurlijk kan ik een bruggetje bouwen. Dat kon ik een jaar geleden. Dan zei ze, oh, heb je vorig jaar die test ook al gehad? Nou ja, dat wist hij dan natuurlijk niet, maar hij moest er ook om lachen. Dat was te makkelijk voor meneer. Dat was wel grappig. Oké, nou dan ga ik. Oh, ting, ting, ting. Ja, ik hoor de bel al. Ja. Ik hoor de bel. Ja, daar gaan we. Ik heb een kaartje voor de brandweer. En is tegenwoordig gek op de was. De prik bij Niels begint in te werpen. Ja. Ja, ga je de deur dicht doen? Hoppa. Zo, ja. Goed zo. Wat zit erin? Wat zit er in de wasmachine? Wat zit er in de wasmachine? Oh, ga je hem weer dicht doen. Oké. Okay. Maar had ze dus alles eruit en dan zit er weer in. Ja. Ik zal even naar mijn boze zoon toe gaan. En je merkt dat de prik begint in te werken. Word je enthousiast? Word je enthousiast? Ja, goed hoor. Applaus. Ja. Oh, oh, alles tegelijk. Een ontbijt voor ons gemaakt. Goedemorgen deze zaterdagmorgen. Ellen en ik staan in de lift, want wij gaan even een ommetje maken buiten. Het regent, maar goed, hè, ze moeten even naar buiten, anders wordt ze boos. En ja, wij gaan het even doen. De sporten van Niels begint iets later, dus wij kunnen dan niet gaan kijken, want dat redt zij niet. Want ze is moe, hè. Ja. Dus ik moet maar even kijken. En daarna gaat hij nog even pannenkoek eten met zijn bestie. Dus voor ze weer in 41 is al goed. Trouwens, Elin's nieuwe jasje van Next. Ja. En dit is een broekje van Sarah. Schoentjes ook van Sarah. We kunnen gaan, hè. Ik was net nog even bij de Wiba, want ik heb voor Niels' verjaardag ga ik van die kleine autootjes doen. Ik wilde eigenlijk dieren doen, maar dat is toch alleen maar hele dure dierenverpakking. Ik dacht, dat is een beetje onzin. Dus ik heb van die kleine autootjes gedaan en dan hang ik er, doe ik een doosje rozijn op de rug binden en dan hang ik er zo'n kaartje aan. En dan schrijf ik daarop iets van Grace naar school of zoiets, weet ik veel, iets in die richting. Dus dat heb ik net gedaan. Even gehaald en toen heb ik ook, Niels wilde het heel graag knippen en plakken en doen. En ik heb eigenlijk niet echt wat voor kinderen. Dus ik heb nu een kinderknutselschaar, lijm. Het is niet echt kinderlijm, heb ik het idee, maar het is wel weet je wel, zo'n soort pen waar kinderen mee lijmen en zo te gebruiken. Dus denk ik wel oké. Hoop ik, zit er natuurlijk gewoon bij. En dan van die vouwpapiertjes. Kan hij eens proberen of hij het leuk vindt, want hij heeft het iedere keer als ik iets aan het knippen of zo ben, dan wil hij dat altijd gaan doen. Dus ik dacht, nou ja, ik stond toch bij die knutselspullen. En mijn ouders komen zo nog eventjes voor het een en ander. En Niels, dan ging dus even zijn beste vriendinnetje, had hij samen poffertjes eten cadeau gegeven voor de verjaardag. Dat gaan ze dan nu eventjes doen na het sporten. Want het sporten was ook iets verlaat, begreep ik. Dus, nou ja. Als Elin wakker wordt en ze zijn nog niet terug, dan gaan we er misschien ook even heen. Ik hoop weer een beetje het huis aan kan krijgen. Voor zover mogelijk. Misschien net samen fietsen. Elin hierop, Niels daarop. Samen op pad. Zo knieuwd. De mensen gewoon zoveel zut met kinderen. Ik had hier laatst overleg van mijn werk. En toen had ik het natuurlijk wel gewoon een beetje opgeruimd. Maar ja, weet je, wij proberen het sowieso redelijk netjes te houden. Maar ze zei echt, oké, je ziet het altijd zo uit bij jullie. Want dat lukt mij echt niet met kinderen.
niet altijd, maar we proberen het wel een beetje binnen de perken te houden. Anders word ik zelf ook, helemaal gek. Nou, ik ga die passwordpennetje maar proberen te doen. Deze vriendin is wakker, dus we gaan even naar je broer, hè? Ja, ik ben een lekker worteltje. Ja, en een schoenlepel. Mooi. Hij is eigenlijk ook een held geworden, omdat hij de boef gepakt heeft. Zie je de poes? Ja. Ga maar jezelf. Ga maar naar opa en oma. Ja. Ja, loop maar naar de deur. Goedemorgen, het is zondag. En na een wat woelig begin van de avond. En het is zelfs nog bij me op schoot gezeten voor de tv. Zat ze te applaudisseren voor Dancing with the Stars. Is ze uiteindelijk wel gezegd, maar ze had heel erg rode billetjes en heel veel pijn aan. Dus daar kon ze gewoon niet door in slaap komen. Daarbij bleken nog twee boerendorsten zitten. Dus. Maar goed, anyhow. Ik kreeg gisteren mijn bestelling van Cult Beauty binnen. Er is iets wat ik al heel lang op mijn wishlist had staan. Namelijk een palet van Huda Beauty. Maar alles wat er tot nu toe was, vond ik net niet helemaal voor mij. Toen kwam ze met de Nude lijn. De Huda Beauty Light Nude Obsessions. Toen dacht ik, dit is mama het heen. Ik doe het even hier, want de waterkoker zat aan. Maar dit is hem dus. Ik dacht niet dat ik deze kleur snel opdoe. Maar verder zijn het allemaal kleuren die ik heel graag draag. Ja, en Huda is toch gewoon natuurlijk een beetje de... Een pareltje in Beautyland. Dus ik vind het heel mooi. Kijk, ik heb een mooie lichte kleur voor in de binnenste ooghoek. Een aantal matte kleuren voor in de arcadeboog. Of gewoon voor all over. En dan nog een paar glanzende kleuren om het af te maken. Ik vind het fabulous. Dus die ga ik nu op mijn ogen smeren. Dus dit is voor. Voor heel veel trouwens. Ik moet nog blush en mascara natuurlijk en alles. Maar watch. Ja. Yeah. Is het tandenborstel iemand? Ja, dat is niet handig om mee te lopen, hè? Ja, boem. Ah. Helaas. Het is alweer even verder, maar dit is de ooglook die ik heb gemaakt. Het is heel simpel. Ik heb gewoon de lichtste, de lichtste kleuren gebruikt. Maar ik heb dus de allerlichtste kleur in mijn kaderboog en in mijn, waterhoekje. Zo, kom er niet meer uit. Traanhoekje. Anyhow. Kom er niet meer uit. En dan in mijn arcadeboog heb ik de lichtste matte kleur. En ik heb de lichtste glitterkleur, zeg maar, op mijn beweegd oog. Ik ben net even lekker naar buiten geweest met Elin. Die ligt nu op bed. En nu ga ik, eerst even Love Island kijken. En dan opruimen. En deze jongen opladen. We zijn net even bij de winkel geweest. En ik had, kijk, dus ik weet niet of het uit de houdbaarheidsdatum is nog tot maart. 2021. Dus ik weet niet of het uit de running gaat. Maar ik heb er maar twee gekocht. Want deze heeft één. Die is deze. Verder is hier een rotzooi. Maar ik heb eigenlijk even geen zin om op te ruimen. Niels eventjes bij een vriendinnetje spelen. Dus die moest nog iets halen, geloof ik. Bij de Albert Heijn of zo. Ik weet niet. Hij mompelde iets. En toen ging hij weg. Ik denk, hij was aan het koken. Dus misschien had hij snel iets nodig. En... De kleine meid ligt te slapen, dus ik ga toch maar even opruimen. Dat is misschien wel zo sociaal. Dus ik heb er gewoon even geen zin in. Lego beurs was fantastisch. Ik weet niet of ik het kan laten zien, maar ik heb een filmpje. Waarin Niels aan het dansen is. Is toch hilarisch?
cutie pants. Maar goed, ze had het heel leuk gehad. Jij gaat met de blokken spelen. Ja, gaan we met de blokken spelen? Ja, met de blokken spelen. Waar zijn jullie de blokken vandaan? Nou, we waren nog aan het kiezen wat we gingen maken, Edwin. We waren nog een beetje aan het oefenen met bouwen. Handje, oh. Wil je een ommetje maken? Ja, lekker wandelen. Ik ga even in de doos. Kijk even de blokjes even aan de kant. Ik vond het wel lastig.